Our bitches. Wow, homie, is dit je nieuwe huis? Sowieso, je weet toch. Wow, dan moet je pas super knap en super rijk zijn. Wat kan ik zeggen? Zaken gaan goed. Wat loop je nou interessant te doen? We zijn gewoon op vakantie. Nou ja, goed mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zitten we op een eiland in de Malediven en gaan we gewoon een beetje flexen. En kijk eens wie hier ook is. Wauw, het is Nathalie. Maar goed, ik ga jullie eerst even een house tour geven, want het is echt kapot ziek hier. En dit is dus het huis waar ik in zit. Zoals jullie kunnen zien, het is een huis wat letterlijk bovenop het water staat. Maar goed, laten we even een kijkje nemen. Oh. Zodra we hier binnenkomen, hebben we hier eigenlijk mijn setup. Een open badkamer. En kijk, wacht, hij kan wel dicht dus met... deze dingen. Yeah, daar is er nog één. En als we hier komen, hebben we een mooi overzicht van de rest. Wat eigenlijk gewoon een bed plus tv is. Maar natuurlijk ook het prachtige uitzicht. Kijk, hier binnen ziet er allemaal super chill, prima uit. Maar waar ik echt om draait eigenlijk, is buiten. En daar gaan we nu heen. Wapapapapa. Wauw. Kijk eens even hoe ziek dit uitzicht van Nathalie, oh. Nee, maar we hebben hier dus echt ziek uitzicht. Hele mooie zonsondergang. En kijk hier, een kapot chille hangmat waar jullie mij al in zagen liggen. Die is oprecht echt super chill. En dan hier een trap die direct de zee in leidt. Wauw, wauw. Nathalie geeft een proefje. Oeh, ik ga jou volgen. Woehoehoe. Deze leidt dus gewoon direct de zee in. Kapot chill. En er zwemmen hier dus ook allemaal visjes en haaien. Maar dat gaan jullie zo meteen nog wel zien. En kijk, wauw, vet chill. Een spuit waarmee ik Nathalie kan nat spuiten. Woe, woe, woe. Maar ja, voor de rest is alles eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. Behalve dit ding. Deze. Dit hier is ook nog eens... La la la. Huh. Oh, oh, oh. Een bubbelbad. Bubbelbad, bubbelbad. Yeah. Hé, wat hebben we gespot? Wat hebben we gespot? Is dit... En we zagen hier dus net een schildpad naar boven komen. Hij zit hier dus een schildpad. Wil je gaan zoeken? En gaan we zoeken. Oké, dames en heren, het is dus tijd om het water in te gaan. Want we gaan die schildpad vinden. Mission, zoek de schildpad. Zoals jullie ook zien, hier zwemmen allemaal visjes. Hey, ik weet niet of jullie het zagen, maar het was dus net een schildpad hier gewoon recht voor ons. Maar hij ging een beetje diep, dus ik weet niet of jullie het konden zien. Maar dat maakt niet uit, want zometeen gaan we alsnog op een haaien- en schildpad-excursie. Dus ja, dan zien we jullie daar. Wow, daar gaan we. 3, 2, 1. Hey, jump nou. Jump dan. Hey dames en heren, ik ben kapot dom. Want ik ben zwaar verbrand. Maar echt zwaar verbrand. En Nathalie, film mijn rug ook eens even. Zwaar verbrand. Ik was me vergeten in te smeren. De volgende dag. En dan is het nu tijd om jullie de rest van het eiland te laten zien. En het is zo zonnig vandaag. Niet normaal, ik kan bijna mijn ogen niet open houden. Dus ik zet deze even op. En vind je grappig? Maar kijk dan eens even hoe mooi het hier is. En elke keer als we naar het eiland willen gaan, moeten we dus deze hele lange brug over. Ja, zoals Nathalie. Hey, Bajit is terug. Nee. Bajit, 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 Bajit. En wat ik hier echt het meest zieke vind, is toch hoe mooi het water is. Check dan. Zo helder. Wauw. Ja, wauw. Deze brug is nog best wel lang. Als je hem helemaal moet lopen, elke keer in de hete zon. Eventjes later. We zijn er eindelijk. Kijk eens aan, we zijn inderdaad de brug afgelopen en dan komen we hier aan bij het strand. Wauw. Wauw. Wow, Nathalie gaat de jungle in. Nathalie, wat moeten we doen? Of daar. We zijn verdwaald, wat moeten we doen? Weet, maar we lopen al uren rondjes. Ah, oh kijk, we zijn er. Kijk, dames en heren. Daar kwamen wij vandaan en nu gaan we die richting op, want daar is nog strand en daar is een soort van, hoe noem je zoiets? De lobby of zo? De receptie. Oké, wat Nathalie heeft gezegd.
zien? Hier zien we een boom en die groeit door het huisje. Dat is echt raar. Ze hebben gewoon om deze boom, deze enkele boom hierheen gebouwd. Gewoon dit hele huisding. Hij staat ook, nou, het is letterlijk de enige boom, maar hij staat ook nog langs zo'n paal. Wow, wat heeft Baljeet hier gevonden? Wow, wat is dit? Nog meer strand. Wauw. Het eiland is eigenlijk best wel klein, want we zitten dus nu aan de andere kant van het eiland. Maar er zit gewoon overal strand, zon, water. Wow, wat is dit? Is dit een voetenbad? Oh, het water is echt warm hier. Kijk, krab gespot. Krabbetje. Wow, dat heeft een krab gepakt. Maar echt goed van je, Baljeet. Eventjes later. Wow, een van de leukste dingen hier is dus zeg maar gewoon onder water gaan en allemaal dieren spotten. En naast is een schildpad, dolfijn en haai, heb ik ook een kwal gezien. Hey, ik en Nathalie hebben echt een goede, maar echt een luie lifehack gevonden. We hebben reddingsvesten gepakt waar we gewoon lopen te drijven. Dit heeft echt mijn hele leven veranderd, man. Oké, Nathalie, kijk eens hoe lui je daar zo loopt te drijven. Wat zei je? Ik kan niet wachten op de Nathalie komst nu. Oké, Nathalie. Hey, praat eens tegen me. Kijk, je lijkt en klinkt ook echt als een nerd. Hoi. Nathalie. Vanaf nu moeten jullie haar altijd Nathalie noemen. Nee. Jawel. Doe het wel, boys. Wow, dit ligt kapot, chill. Wow, kijk, het beschermt mijn buik ook tegen de zon. Hey, ik voel me zo echt dikke lui, maar het ligt echt chill. Dit is de lifehack, dames en heren. Als je een zwemvest kan vinden, vind een zwemvest. Waarom is mijn haar zo Justin Bieber-achtig? Wat is dit? En dat ligt vroeger echt een crush op Justin Bieber. Even kijken wat ze van mijn haar vindt. Oh, vanaf hier zien jullie trouwens ook de huisjes vanaf een andere kant. Wow, het ziet er eigenlijk best wel vet uit. En dit ziet er eigenlijk vet nep uit, hè? Alsof dit gewoon niet echt is. Maar het is echt, want kijk mijn voeten. Ja. Hey Nathalie, wat vind je van mijn haar? Beautiful. Ik wist het, ik zei nog dat je crush had op Justin Bieber. Nou, Nathalie houdt van dit soort types die er zo uitzien. Oh, ik schijn helemaal. En nou, dames en heren, dit is dus exact dezelfde spot, maar dan in de avond. Wauw, wat draai coole rondjes. En hier hebben we nog steeds een Baljeet, hi. Maar check even hoe anders die vibe in de avond is. Het is nog steeds leuk, maar heel anders ofzo. En dit ziet er gewoon donker uit. Check even hoeveel enger dit is in de avond, hè. Wow, durf je daar nu niet heen te gaan? Nee, zeker niet met jou naast mij. Wat doe jij? Wow, we gaan het bos in. Hey, waarschijnlijk zie je dit nu echt heel slecht, maar als je goed kijkt kun je in de avond dus ook aapjes spotten in de bosjes of zo. Maar ze komen niet heel vaak uit, maar als je goed kijkt. Wow, wat hebben we daar? Oh wacht, het was maar een idioot, Ali. Oké, nee, je hebt hier dus geen aapjes, maar wat je hier wel hebt zijn dus soms haaien in de nacht. Dus wat gaan wij nu spotten, Nathalie? Shark, baby shark, doe, baby shark, doe, baby shark. Nee, dat ligt nou per ongeluk op mij in plaats van op jezelf. Ja. Ah, dombo. Wow, Nathalie, kijk. Een pad naar de haaien. Zo romantisch. Wauw. Aapje. Ooga. Wauw, jij bent echt een goed aapje, man. Ik denk dat jij heel veel haaien zou lokken. Waarschijnlijk zie je dit heel slecht, maar we hebben hier de eerste haai alweer gespot. Ja, daar. Ja. Ja, hij zwemt daar. Ik weet niet of je kan zien, maar er zwemt daar gewoon letterlijk nu een haai. We hebben dus ook verhalen gehoord dat er letterlijk gisteren of eergisteren iemand is aangevallen door een haai op dit eiland. En dat was dus zo'n soort haai. Maar de werknemers hier probeerden dat een beetje te verdoezelen. Maar we hebben inside info, want er is dus wel een werknemer die ons mag. En die heeft het een en ander verteld dat het dus wel echt gebeurd is. Oké, dames en heren, we hebben de jackpot gevonden. Holy shit, check hoeveel haaien hier zitten. Dat is echt niet normaal. No way. Hey, wat is dit daar? Hey, zie je dat? Nee. Aapje. Waar de boot is aangegaan en alle haaien beginnen het boot gewoon te volgen. Het zijn er nog meer geworden, holy shit. Hey. Oh, dit is wel heel ziek. Kijk hoeveel het er zijn. Wow, er zijn er echt veel, Nathalie. Ja. Oké, shit, dames en heren. Het is begonnen te regenen. Ah. It's raining, man. Weet je wat grappig is? De andere dag hadden we nog eens een paraplu meegenomen. Maar we dachten vandaag van, joh, wat is de kans dat het gaat regenen? Het is klein. Maar de kans is best groot, want het regent weer. Dus we moeten rennen voor ons leven. Toch, aap? What?